Hoe zorg je ervoor dat er ruimte is voor intimiteit na het krijgen van een kind? Nou niet. Wie heeft er nou zin in seks? Nou ja, op een gegeven moment wel weer. Ik ben gewoon vaginaal met pensioen gegaan na de bevalling. Ik ga toch even kijken. Schatje. Ik zou een hele knappe nanny inhuren. Ja, ik zou er nog wat toeschuiven. Ook als ze er af en toe een wipje met hem wil maken. Dan kan ik gewoon lekker naar bed 's avonds. Want dan hoef ik niet meer te seksen. Niet meer ruk op de nanny. Anders wil ik een manny.